Parlementsvoorzitter Marinus B. heeft vanmorgen het vernielde DNA-gebouw bezocht. Er is aanzienlijke schade aangericht aan de ruiten en bepaalde deuren. B. sprak de media toe na zijn oriëntatie door het vernield gebouw en benadrukte dat er geen ruimte is voor obstructief gedrag. De democratie zal blijven leven in Suriname, zegt B. We erkennen het recht van vreedzaam betoging, protesten. Ja, maar wat wij hebben gehad gisteren is onacceptabel. En we zullen alles in het werk stellen om wat we moeten doen om die democratie verder gestalte te kunnen krijgen, voor te zetten. Komende week gaat de Nationale Assemblee vergaderen. Ja? Dus dat betekent, we gaan door met ons werk. Niemand, geen enkele organisatie. We praten niet over de mensen die zuivere intentie hebben. Laat dat duidelijk zijn. Want we hebben gezien, we weten dat mensen het voelen. Mensen hebben het moeilijk. Maar we moeten niet vergeten dat het land een land is dat in crisis is overgenomen door deze regering. Het kan zijn dat er fouten zijn gemaakt in dat traject, maar met z'n allen moeten we ervoor zorgen dat we weer bovenop komen. B. verwachtte niet van de samenleving dat zij over zou gaan tot vernielen en poging tot brandstichting. Dus ik roep op en vooral de Chiyong Boy, de Skoro Boy, de Mansamus de Skoro, Samshi, de Long. Laat je niet misbruiken. Laat je niet misbruiken, want soms is er een agenda voor de man achter de schermen. En ik praat ook tot de ouders, let op je kinderen, want dit gaat beantwoord worden. En hoe, weet ik niet, ja, maar we willen vrede en rust in Suriname. Ja, ondernemers hebben geleden, die moeten ook beschermd worden. Maar kijk wat nu gebeurt. Winkels zijn gesloten. Ja? Mensen pinaren door te doen van een kleine groep Surinamers. Die denken middels geweld zaken te bereiken. Dus ik roep nogmaals op voor rust en vrede. En we hopen dat dit nooit, nooit, nooit mensen mag herhalen in het land Suriname. Want door het dag overslaan, dat is het een land van vrede, rust, respect voor elkaar. Dus laten we onze omgeving blijven corrigeren en dat we dit nooit meer mogen krijgen in de komende periode. Na zeggen van de DNA-voorzitter is het nu de juiste moment, de juiste tijd dat partijen bij elkaar komen om zaken te bespreken. Wij moeten juist nu een eenheid vormen in plaats van het gedrag van gisteren te vertonen, aldus B.